Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Kenijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikking en vandaag wel iets leuks doen met het dienblad. Het was een aanvraag, hij stond al in de webshop, heel leuk op poortjes. En daar gaan we nu een heel leuk zomerstuk op maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties, want er komen geregeld leuke winacties. En daarnaast help je mij ook nog eens groeien, dus dat zou ik super leuk vinden. Want daardoor zorg jij ervoor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Iets wat geluiden hoort. Er wordt hier gewoon gewerkt, dus. Maar ik wou toch deze video voor jullie opnemen. Dus ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Goed, we gaan aan de slag. Ik heb dus een heel leuk dienblad op poortjes. En ik heb hele leuke glaasjes. Deze zijn melkachtig, echt super mooi. Ook leuk met een kaarsje erin. Dan heb ik hele leuke potjes en die heb ik in het donkerpaars of lichtpaars. Je kan dus ook aangeven in de webshop welke je leukste vindt, welke je graag zou willen. Leuke glaasjes en deze marmeren bollen. Daar werd ik om gevraagd om wat mee te gaan doen, dus dat gaan we nu doen. Die leggen we alvast op de schaal en daaromheen leggen we wat bolmos. En dan heb ik deze leuke potjes dus, waar ik dus een klein plantje in heb gedaan. Lekker makkelijk van die vetplantjes, blijven lekker lang goed. En mocht het potje nog zichtbaar zijn, dan kan je daar een beetje Tillandsia mee doen. En het was nu dus al heel mooi vrolijk en lekker zomers. Dit kan je zowel voor buiten of voor binnen gebruiken. En daaromheen verdeel ik de glaasjes die ik dus heb staan. Soms kan het zijn dat je even wat moet schuiven. Ik vind deze echt super leuk, dat melkachtige glas. En daartussen zet ik dus ook deze kleine flesjes en kleine glaasjes. En ook deze verdeel ik er gewoon tussen, waar een plekje is. Je kan er ook wat bij elkaar zetten als je het leuk vindt. En op deze manier vullen we dus de schaal al mooi. En daaromheen doe ik het om wat natuurlijker te maken, wat houtschors. En op deze manier zet je alles ook mooi goed vast. Ik heb dus gekozen voor de lichtere potjes, maar je hebt dus ook de donkerpaarse. Ik vind het dus sowieso heel erg leuk om er wat vaccines in te doen, want die geven altijd een hele gezellige sfeer. En daarnaast vul ik de rest van de vaasjes met water. Zowel de vaccines als de kleine flesjes. Dan hebben we de basis dus eigenlijk af en nu gaan we de bloemen toevoegen. We gaan het doen op verschillende hoogtes om juist dat speelse en dat zomerse effect te creëren. En je kan dus eigenlijk zelf gaan kijken waar je die hoogtes wilt toepassen en waar je hoog en laag toevoegt. Dus daar gaan we gauw mee aan de slag. Ik gebruik daarvoor allerlei verschillende bloemetjes in paarswit tinten. Dit komt dan weer mooi terug. En dit verdeel je dus gewoon in de vaasjes.
prachtig duimblad, heel erg rijk gevuld met allerlei verschillende materialen. Lekker zomers door het zwierige en verschillende soorten glaasjes. Ook de marmerbol komt op deze manier echt heel mooi tot zijn recht. Dus wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan hem dus bestellen met de lichte glaasjes met de plantjes of de donkere potjes. En ik ga de kaarsjes aansteken en dan weet je heel leuks voor buiten op de tuintafel of natuurlijk voor binnen. Ook super leuk. Je kan hem weer naar elk seizoen aanpassen. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk gratis. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doei!